Ja, Henk Helgens van HT Rally Raid. We staan hier nu in het service bivak tussen de marathonetappen in. Ja. Jullie hebben nu de eerste motorrijder van jullie is binnen. En dan is het 2 uur tijd om daar onderhoud aan te plegen. Levert dat nog wat stress op? Normaal gesproken niet, maar we hebben gisteren al wat zaken gedaan die we eigenlijk vandaag zouden doen. Dus we hebben zoveel mogelijk werk naar voren gehaald. Voor het geval dat er iemand binnenkomt met bijvoorbeeld schade. Want dan heb je 2 uur echt nodig. Dan wordt het kritisch, zeg maar. En we hebben nu het geluk even, hij is de snelste rijder. Dus we kunnen ons allemaal focussen op Chairman op dit moment. Maar straks hebben we 9 rijders in totaal. Dus als er straks 4, 5 man samenkomt en daar zit schade tussen, dan wordt het wel even heel erg druk, ja. Ja, dus nu kunnen we hier nog wel even zo storen. Maar zometeen is de stress wat hoger, denk ik. En dan is iedereen volle bak aan het werk. Die kans is groot, is zeker aanwezig, ja. Maar nog steeds gezonde stress. En we hebben het goed onder controle. Dus goede jongens. Weet wat ze moeten doen, dus ik heb er alle vertrouwen in. Goed zo, dankjewel en succes met deze korte pitstop.